Om een foto mooi en correct te positioneren en op te maken, moet je op de foto klikken. En dan zie je rechtsbovenaan een extra venster verschijnen, een extra knop verschijnen liever, waarop je kan klikken. En daar is het heel belangrijk dat je de optie vierkant kiest als je wil dat de tekst zoals hier mooi rond de afbeelding loopt. Je hebt nog andere mogelijkheden ook, bijvoorbeeld de tekst bovenop de foto laten verschijnen. Dus met andere woorden, de foto instellen achter tekst. Je kan hem ook volledig voor de tekst plaatsen, maar dat is in deze natuurlijk niet interessant. De meest gebruikte optie liever is deze hier, vierkant. Voilà. Dat is puntje 1. Puntje 2 is, als we op de foto nogmaals klikken en we kiezen bovenaan voor de nieuwe blauwe knop, afbeeldingsindeling, dan kunnen we hier bij de afbeeldingsstijlen, afhankelijk van de grootte van je venster op je laptop op school, zal je niet meteen alle stijlen zien, maar zal je dus gewoon een knopje afbeeldingsstijlen zien, met dan dit pijltje ook, waarop je kan klikken. En dan zie je alle mogelijke stijlen die je meteen kan gaan toepassen. Daar heb je heel wat mogelijkheden. Ik gebruik meestal deze hier, die is ook in dit voorbeeld toegepast. Maar je kan dus kijken, als je erover gaat, zie je meteen ook de verschillende mogelijkheden. Als je graag een rand of een bepaald ander effect wil gaan toepassen, kan je hier gaan klikken. Dit is nogmaals de knop die we hier ook gebruikt hebben. En linksbovenaan is er ook een optie om achtergrond te verwijderen. Hoewel ik degene van... Of de optie via de website Remove BG nog altijd de beste vindt en de meest eenvoudige vindt. Je kan enkele correcties doorvoeren, kleuren aanpassen, doorzichtigheid verder gaan aanpassen. Kijk, op die manier bijvoorbeeld. Dus je hebt daar veel verschillende instelmogelijkheden.